Nou, in eerste instantie kregen wij rond 10 uur een melding dat mensen een vreemde lucht roken aan de Wezenhof in Nijmegen. En toen de collega's op onderzoek uitgingen, toen ontdekten zij bij een kleine vrachtwagen die geparkeerd stond dat er een chemische stof lekte. En uiteindelijk bleek dat niet het enige te zijn. Dat bleek eigenlijk het eindpunt te zijn van een lange stroom van gedumpt drugsafval. Ongeveer een stroom van zeker 9 kilometer lang. Ja, die heeft een soort van rondje gereden, lijkt het op dit moment. Dus vanuit de Hatertse Venne richting Nijmegen, Sint-Walrik, Westkanaaldijk en hier een stukje in de Wezenhof. En daar heeft hij dus een spoor achtergelaten, wat dus nu met schopwagens wordt nagereden om het zuur op te ruimen. En gedurende de schoonmaakactie is de route afgesloten. En de verwachting is nu dat voor de ochtend de route weer open is. Nou, wij gaan in ieder geval buurtonderzoek doen en getuigen horen. We hopen ook dat er wellicht camerabeelden zijn waar we gebruik van kunnen maken. Wellicht hebben mensen in de omgeving die voor ons beschikbaar. Het voertuig zal ook verder worden onderzocht. Ook op sporen worden onderzocht. Dus we hebben nog genoeg middelen om weer het onderzoek verder te helpen. Nou, we hebben van getuigen gehoord dat ze hebben gezien dat er 2 mannen zijn weggerend. En dat is eigenlijk het enige wat we op dit moment weten. We komen dan ook heel graag in contact met mensen die wellicht iets gezien hebben van de vrachtwagen of de mensen die zijn weggerend. En dan horen we dat uiteraard heel graag. Als mensen iets gezien hebben, maar het kan natuurlijk ook zijn dat mensen camerabeelden hebben, bijvoorbeeld aan hun huis langs de route waarop de vrachtwagen te zien is, dan ontvangen wij die beelden heel graag. Of misschien hebben mensen op hun dashcam toevallig achter deze vrachtwagen gezeten, ook dan ontvangen wij die beelden heel graag. Ze hebben die aan de zijkant opengezaagd om te zien wat er in de vrachtwagen staat en daar zijn enkele IBC's aangetroffen. Dat is een container waarin gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd. Globaal schatten we nu maximaal 4500 liter dat er in totaal in heeft kunnen zitten. We weten uiteraard niet of dat ook allemaal gevuld is geweest. Ja, mochten mensen zien in de ochtend dat ze bijvoorbeeld aan hun voertuig schade hebben van de fiets, spoel het af met water. Daarmee verdun je het zuur en wordt het onschadelijk. En men kan het melden bij de politie. Het is een zuur met de pH-waarde 1, dus dat betekent een zeer zuur. Ja, het kan zijn dat buurtbewoners stank ruiken. Het heeft een hele lage geurdrempel, dus dat wil zeggen dat je dit zuur al snel kunt ruiken. Dat is verder geen gevaar. Het zou wel gevaarlijk zijn als je direct in aanraking komt met het zuur. En dan is het advies om veelvuldig met water te spoelen. En dat geldt ook voor mogelijk auto's of fietsers die door het spoor heen zijn gereden. Dat kan dus ook aantasting op hebben geleverd. Nou, dit vinden wij een hele serieuze zaak. Hè? Niet alleen omdat er zo in een woonwijk drugsafval is gedumpt, wat toch een gezondheidsrisico met zich meebrengt. Maar ook als je bedenkt dat het ruim 4500 liter. En daar gaat echt wel hele zware criminaliteit achter schuil. Dus daarom zetten we ook al alles op alles om dit op te lossen. En vragen we echt getuigen om zich bij ons te melden. Op dit moment weten we nog niet wie de eigenaar is van deze vrachtwagen. Ik kan me voorstellen dat u denkt dat er zit een kenteken op. Maar zo makkelijk gaat dat toch niet. Dus daar wordt nog onderzoek naar gedaan.